Als er in 2030 computers bestaan die slimmer zijn dan Rani de Koning, dan moeten we er niet van schrikken dat we tegen dan niet meer sms'en met onze vingers, maar met onze dinges. Let's go! Brein. Brein is juist geantwoord door William Boba. Ja. Fantastisch. Ja, het is een onderzoek dat momenteel opgestart is in Silicon Valley, onder andere door een Vlaamse ingenieur, Jan Rabai heet hij. Die heeft in de jaren 80 de eerste plannen van de iPad ontwikkeld. Dat is echt een visionaire mens. En die is nu bezig met onderzoek waar de hersengolven gelezen worden. Oef. Zodanig dat als je je sms'en denkt, dat die op het scherm verschijnen. Gevaarlijk is dat. Dat is geen goed idee. Oh. Ja. Ja, want als je dan een sms naar de verkeerde stuurt... Dat is nu al natuurlijk, hè? Dat is behoorlijk grensoverschrijdend dan, hoor. Ja, dat is waar. Er zijn nu al rolstoelpatiënten die bijvoorbeeld hun rolstoel daarmee besturen. Als ze aan tennis denken, gaat hij naar rechts. Als ze aan een rustige zee denken, gaat hij naar links. Wordt nu al gebruikt. Dat is wel betent, hè? Die... Als je naar links gaat, moet je altijd aan de zee denken. Ja. Je kunt die ook geweldig pesten door daarvoor te gaan staan en zeggen... Tennis, tennis, tennis. Dan heb je gezegd... En wat als je nu allemaal verschillende dingen door elkaar denkt? Van, ik moet nog eens naar mijn moeder bellen. Ah, ja, maar ik moet eerst naar huis bellen. Maar ik moet het vuur laten opzetten en dit en dat. Ja, dan gaan die allemaal tegelijk telefoon krijgen van mij. Ik kijk geweldig uit naar jouw toekomstige sms'en. Ja. Sms'en jullie nog met de vingers eigenlijk of dicteren jullie? Ik denk dat mijn dialect te zwaar is. Dus ook daarom dat een West-Vlaming dat aan het maken is waarschijnlijk. Het wordt de opvolger van Rutte 89. Ik wil naar Brugge. Naar Brugge. Met wie hees? We kijken inderdaad uit naar de meetjeslandse vertaaltechnologie. Zoek hier wel een sms dat mijn voordeur al een beetje louter gaan zijn van nu.